Goedemiddag. Ik zie dat het al ruim over 11:50 is. De heer Bosman, die nu aan het woord... Bosma. Sorry, ik heb iets te veel N'en vandaag. De heer Bosma, die nu die aan het woord zal zijn, is er. En ik wil hem, ondanks dat de heer Elias er niet is, toch het woord geven. De heer Bosma, en hij heeft ook spreektijden van 9 minuten. Voorzitter, ik wilde beginnen even de heer Elias en Heerma te bedanken voor de prettige samenwerking de afgelopen jaren. Maar ja, dat doe ik dan een andere keer maar. En twee niet. Ze zijn niet geïnteresseerd. Ik zal wat langzamer praten, voorzitter. Goh. Misschien, kunt u me niet even interrumperen, meneer Mohandes? Ik kan de tijd niet langzamer laten. Nee, dat zou wel willen, voorzitter. Ik begin gewoon. De heer Elias is alvast aan het genieten van zijn periode van na de politiek, denk ik. Voorzitter, de NPO maakt er een bende van. Laten we eerlijk zijn. De NPO heeft maling aan de mediawet. Ze accepteren dolgraag ons geld, maar ze willen niet ervoor teruggeven waar ze dat geld voor krijgen. De NPO beschouwt zichzelf als beter dan het volk en heeft zich ten doel gesteld om ons volk op te voeden. Wij moeten beter leren denken. En we zien, voorzitter, op alle vlakken dat dat de grote drijfveer is van de publieke omroep en dat komt overal aan de oppervlakte. We zien dat de NPO bijvoorbeeld die rare welkomstcultuur heeft omarmd, waarbij de pseudo-vluchtelingen met een rode loper werden verwelkomd. We zagen zelfs dat de voorzitter van de Raad van Bestuur van de NPO een actie heeft ondertekend voor meer asielzoekers. Dat deed zij nadrukkelijk in haar hoedanigheid als lid van de Raad van Bestuur van de NPO. Niet als privépersoon, maar als lid van de Raad van Bestuur van de NPO. In de couranten wees zij op de barmhartigheid die de NPO hierbij toonde. We zien, voorzitter, sinds jaar en dag dat mensen die kritisch staan tegenover de massa-immigratie in de islam door de NPO worden beschimpt en worden weggezet. Het is steeds dezelfde oude langspeelplaat. We zien... De heer Verhoeven heeft op het vorige punt nog een interruptie. Ja, want de heer Bosma, we doen nu al 4 jaar dit soort debatten. En de heer Bosma die eindigde zijn stukje voordat ik hem interrumpeerde met het woord langspeelplaat. Nou, volgens mij is er maar 1 langspeelplaat de afgelopen 4 jaar geweest. En dat is de heer Bosma zelf. Die altijd om zich heen gaat slaan met een soort verhaal over wat er allemaal niet goed is. Hij mag uiteraard zijn mening daarover geven en ik luister daar ook elke keer naar. Maar ik wil hem gewoon vragen, waar is nou precies volgens hem de mediawet overtreden? Want hij heeft zelf altijd zijn mond vol van de mediawet. En het feit dat wij de mediawet moeten zien als manier waarop we praten over de publieke omroep, kijken naar de publieke omroep, controleren van de publieke omroep. Maar hij noemt altijd allemaal voorbeelden die vooral te maken hebben met de smaak van de PVV over onze samenleving. En ik zou graag wat concreter zien. Waar is nou de mediawet overtreden? Waar is het nou echt zo dat de heer Bosma wil optreden? Want anders blijven we elke keer alleen maar debatten houden waarin de heer Bosma 9 minuten lang helemaal leeg loopt over de publieke omroep en verder helemaal niks doet. Dus ik zou graag van hem weten, wat gaat hij concreet doen en waar zitten de concrete overtredingen op de mediawet? Ja, de heer Bosma. De mediawet schrijft heel veel dingen voor over de inhoud van programma's bijvoorbeeld, dat alle groepen en alle stromingen van Nederland aan bod moeten komen. En dat gebeurt niet. En het schrijft de zaken voor zo over inzaken objectiviteit. En de NPO is niet objectief. Dus net zoals je een speeltuinvereniging kan afrekenen op de vraag of ze hebben gedaan waar ze subsidie voor krijgen, moeten wij de NPO afrekenen op de vraag of zij doen waar zij subsidie voor krijgen. En mijn antwoord is dat ze dat niet doen. Maar voorzitter, ik weet niet wat dan de heer Bosma bedoelt met groepen die niet aan bod komen. Misschien bedoelt hij daar zijn eigen achterban mee of het gewone volk of de PVV'ers of misschien wel Geert Wilders. Volgens mij is het in ieder geval zo dat de heer Wilders elke dag een uitnodiging van de publieke omroep krijgt om daar zijn verhaal te houden. Om aan Nederland, die op die manier kennis neemt van de politiek, zijn standpunten uiteen te zetten. En daar gaat hij nooit op in. Dus kan de heer Bosma dan eens aangeven welke groepen door de NPO geweigerd worden, wie geen kans krijgen? Want volgens mij is het in ieder geval niet de PVV en de PVV-achterban. De PVV-achterban is onlangs nog op de publieke omroep in debat geweest met Alexander Pechtold.
Zij willen wel met hem in debat, maar de PVV blijft weg en gaat vervolgens vanaf de zijlijn staan roepen dat het allemaal verkeerd is. Dus graag concreet wat er dan gewoon niet goed gaat en waar de mediawet wordt overtreden. De heer Bosma. Waar de mediawet wordt overtreden heb ik net aangegeven. Wat het concreet betekent is dat de programmering van de NPO en vrijwel al hun programma's worden gemaakt op basis van de gedachte dat de multicul geweldig is, dat de massa-immigratie geweldig is. Ik noem de staatsomroep sinds jaar en dag een staatsomroep. En het is onder andere omdat ze een ideologie aanhangt. Dat is de ideologie van het multiculturalisme. En eigenlijk alles wat ze doen komt daaruit voort. En dat zien we bijvoorbeeld bij die weerzinwekkende welkomstcultuur die de NPO de afgelopen jaren heeft aangehangen. Waarbij geroepen wordt dat het te maken heeft met barmhartigheid. Nou, voorzitter, we zien wat dat in de praktijk betekent. We zien die winkeliers in Ter Apel die 17 keer per week aangifte moeten doen omdat ze overlast hebben van asielzoekers. We zien het in Groningen waar asielzoekers de boel op stel te zetten. We zien het met mensen die geen huis kunnen vinden omdat asielzoekers voorrang krijgen. Dat is die welkomstcultuur van de NPO. En daar moeten we met z'n allen voor betalen. En een ander geluid komt af en toe aan de orde. Maar vooral om te beschimpen en te belachelijk te maken. Ik heb die ontmoeting van meneer Pechtold met vier mensen niet gezien. Maar wat ik ervan gehoord heb, is dat die mensen eigenlijk weer, zoals het zo vaak gaat, in een val gelokt zijn. En dat die door een rap pratende debater, die de heer Pechtold is, even in de hoek zijn gezet. En dat is zoals het gaat bij de NPO. Mensen die niet denken volgens la pensée uniek, worden daar toch vooral uitgenodigd om aangevallen te worden en beschimpt te worden. De heer Mohandes. Voorzitter, dan nog even doorgaan op het punt van waar heeft de, zeg maar, heel concreet de vraag van de heer Vervroeg was terecht. Waar is de wet dan overtreden of wordt de wet niet nageleefd? Ik vind dat de heer Bosma daar geen duidelijk antwoord op geeft. De heer Bosma. We horen al jaren dat het allemaal niet deugt. Dank u wel, voorzitter. En dan hoor ik graag van de heer Bosma, heel concreet, welke omroepen volgens hem niet deugen en welke omroepen wel deugen? Of zegt u hier eigenlijk alle omroepen, allemaal, bij de publieke omroep deugen niet? Alle programma's deugen niet. Dan moet u ook concreter durven zijn in plaats van heel vaag het over de NPO te blijven houden. Maak het dan ook concreet. Nee, want ik moet het over de NPO hebben, want de NPO is de club die geld krijgt. Dus het gaat me nog niet eens om omroepen, het gaat me gewoon om programma's. Want het is namelijk dezelfde linksliberale brei 24 uur per dag. Luister eens naar Radio 1. Dat is de hele dag zielige vluchtelingen. Dat is nooit in Ter Apel mensen die overlast hebben over asielzoekers. Het gaat er nooit over hoe Marokkanen, asielzoekers notabene, de boel op stel te zetten in Groningen. En voorzitter, nou vooruit, laat ik het dan toch over een omroep hebben. De heer Mohandes verleidt mij. Hoe is het nou toch in hemelsnaam mogelijk dat Nederland 1 cadeau is gegaan aan de VARA? Dat vanaf 7:15 s'avonds tot 12:00 s'nachts, dat de omroep van de Partij van de Arbeid, waar heel veel PvdA-bobo's na hun rampzalig verlopen carrière terechtkomen om vanuit Hilversum, ik denk even aan Marcel van Dam, het socialisme vanuit Hilversum te kunnen promoten, dat die omroep heel Nederland 1 cadeau heeft gekregen. En Nederland 1, voorzitter, is niet zomaar een zender van de NPO, maar is het vlaggenschip van de NPO. Dat zit namelijk bij iedereen achter de afstandsbediening. Mensen zetten hun televisie aan en kijken meteen naar de omroep van de Partij van de Arbeid. Dat is toch een enorme schande. U zou zich moeten uitspreken voor diversiteit, meneer Mohandes. Dat doet u niet. U spreekt zich uit voor linksliberale eenheidsworst. En dat is wat de NPO ons brengt. De heer Mohandes. Voorzitter, dat is typisch die grijze plaat die ik hoor sinds ik mediawoordvoerder ben. Totaal niet origineel, totaal niet doordacht. Sterker nog, flauwekul. Dat meen ik oprecht. Ik stel een hele gerichte vraag. Kan de heer Bosma mij aangeven waar ze de wet niet nakomen, overtreden of hoe u het ook zelf noemt? En u noemt dan een omroep die u niet zint. Nou, ik ben blij dat er omroepen zijn die de PVV niet leuk vinden of omgekeerd. Dat mag in dit land. Maar u gaat niet in op de vraag welke omroepen vindt u wel goed. Of zegt u eigenlijk alle omroepen die vallen onder het publieke bestel deugen niet en al hun programma's en hun kijkers deugen ook niet. Wat is nou uw boodschap? Want het is een beetje vaag blijven en u vertelt dat via hetzelfde verhaal. Maar een concreet voorstel, ho maar. Maar ik zou niet in een land willen leven waarin televisie alleen mag bestaan als het langs de meetlat gaat van de PVV. De heer Bosma. Voorzitter, ik werp verre van mij dat ik al 4 jaar lang hetzelfde verhaal vertel. Ik vertel het al 10 jaar lang. Nog Want 10 jaar lang, voorzitter, komen we geen stap verder.
En al 10 jaar lang is het hetzelfde linksliberale verhaaltje. Kijk eens, voorzitter, en de voorzitter van de Raad van Bestuur van de NPO heeft gewoon een openbare mea culpa geschreven in de Volkskrant over de manier waarop de, en nu zeg ik het in mijn eigen woorden, de NPO karaktermoord heeft gepleegd op Donald Trump. Maandenlang werd meneer Trump neergezet als een clown, een idioot, een Hitler, een oplichter, een fantast, what have you. Toen werd de goede man ineens gekozen en toen moest de NPO gaan uitleggen hoe Hitler ineens president van de Verenigde Staten ging worden. Dat geeft toch aan, voorzitter, dat het probleem niet zit bij één omroep, maar dat het NPO breed is. Soms om 8 uur 's avonds had je al 3 anti-Trump-programma's of reportages gehad op de Nederlandse televisie, op de NPO, waar we met z'n allen belasting voor betalen. En hoe is dat in strijd met de mediawet? Nou, het woord objectiviteit staat bijvoorbeeld in de mediawet. En dat is niet objectief. Als je één iemand constant maar wegzet en daar karakter op pleegt, voorzitter, dan is dat niet objectief. En de heer Mohandes moet dan het stukje van in de Volkskrant blijven lezen van de voorzitter van de Raad van Bestuur van de NPO, die dat gewoon ook zegt in andere bewoordingen. Niet objectief. Tot slot, de heer Mohandes. Ja, voorzitter, we kunnen het oneens zijn over hoe je programma's ervaart, hoe je dat duidt, hoe pluriform het is. Daar is een debat goed voor. Maar de conclusie die u eraan verbindt, dat is precies het gevaar waarvoor ik wil waken. En niet in een land wil leven waarin de politiek dan maar een omroepbaas, een programmamaker, een eindredacteur wegstuurt als hij of zij programma's maakt die een politieke partij niet zint. Volgens mij nemen we terecht stelling tegen landen waar journalisten in de gevangenis zitten, worden opgepakt omdat een politiek leider vindt dat dat geluid niet mag bestaan. Ik wil in een land leven waar meer kranten naast elkaar kunnen opereren, in alle verscheidenheid die wij in Nederland hebben. U zegt wel, die NPO zint mij niet, maar u zegt gisteren op Twitter, Sjoela Rijksma moet weg. Dat is de agenda van de PVV. Uiteindelijk mensen wegsturen als ze programma's maken die één politieke partij niet zint. Nou, ik zou zeggen, dat is een statement, ik wil niet in zo'n land leven. U verafschuwt andere landen als ze journalisten opsluiten. U verafschuwt andere landen als ze alle vormen van diversiteit de kop indrukken. Maar eigenlijk doet u dat ook en stelt u dat ook voor hier in Nederland. Daar zou ik voor willen waken. De heer Bosma. Ja, voorzitter, om te beginnen feliciteer ik de heer Mohandes met het feit dat hij 3 keer mag interrumperen. Oh. Dat is voor het eerst vandaag, maar dat is geen probleem, voorzitter. Ja, schokkend dat de heer Mohandes nu zegt dat de voorzitter van de Raad van Bestuur van de NPO programma's maakt. De lijn van de PvdA is altijd dat de voorzitter van de Raad van Bestuur daar helemaal niets mee te maken heeft. Maar nu zegt de heer Mohandes tot 2 keer toe dat de voorzitter van de Raad van Bestuur programma's maakt die volgens mijn partij niet deugen. Dat is een opvallende opmerking, voorzitter. De politieke logica is vrij simpel, voorzitter. Wij praten hier met een bewindspersoon. En dat doen wij vandaag met deze bewindspersoon. Maar we praten ook met andere bewindspersonen en die sturen mensen aan. Ik noem maar wat, de minister van Defensie stuurt de commandant der strijdkrachten aan. De minister van Financiën, de baas van de Belastingdienst. De minister van Veiligheid en Justitie, de baas van de politie. En wij kunnen kritiek hebben hoe wij vinden dat die mensen functioneren. En als wij vinden dat deze personen die ik net noemde zich niet aan de afspraken of aan de wet houden, dan zeggen wij dat. Dan zeggen wij de commandant der strijdkrachten deugt niet, of de baas van de Belastingdienst deugt niet voor zijn werk, er moet een ander komen. Het is dus zeer logisch dat in dezelfde politieke constructie wij zeggen, nou laten we eens even kijken in hoeverre de NPO de mediawet naleeft. En als dat niet gebeurt, en dat is mijn stellige overtuiging, dan moet iemand anders zoeken die zorgt dat het wel gebeurt. Dat is een hele simpele logica, voorzitter. U vervolgt de betoog. Ja, voorzitter, want hoe werkt dat? De presentator van Nieuwsuur die zegt dat je in Duitsland 2 soorten mensen hebt. Mensen die met open armen vluchtelingen verwelkomen en mensen die dat met een gestrekte rechterarm doen. Dat ging dan over de situatie in Duitsland, voorzitter, waar de pseudo-vluchtelingen vervolgens in Keulen en Aken en heel veel andere steden gruwelijk hebben toegeslagen. Je dochter zal maar aangerand zijn of verkracht. En de presentator van Nieuwsuur, die meer verdient dan de minister, zal je maar verteld hebben dat als je daarover klaagt, dat je eigenlijk een nazi bent. We zien nu meneer Haaien van der Heijden, die een enorm track record heeft in Hilversum, die klaagt dat sinds hij niet meer tot de linkse kerk behoort, dat hij geen werk meer krijgt. Linkse mensen willen McCarthy er nog wel eens bij halen. Maar voorzitter, het verhaal van broodroof is blijkbaar aan de orde van de dag. In Hilversum kan de staatssecretaris dat bevestigen.
En voorzitter, als we willen kijken hoe de mediawet uitpakt in de richting bijvoorbeeld van onze tradities, dan hoeven we maar naar het Sinterklaasjournaal te kijken om te zien dat de mediawet wordt overtreden, dat de NPO niet luistert naar wat de overgrote meerderheid van ons volk wil, namelijk dat Zwarte Piet gewoon zwart blijft, maar dat het luistert naar een klein groepje etnisch geobsedeerde fanatici die Zwarte Piet aanvallen. En je zou zeggen, voorzitter, de NPO neemt daar geen kennis van en laat die mensen maar een beetje pruttelen. Maar nee hoor, het hele Sinterklaasjournaal wordt aangepast om deze mensen een plezier te doen. En ja, voorzitter, ik snap wel waar dat vandaan komt. Dat komt van de cultuur die daar blijkbaar heerst bij de NPO. Waarom luisteren wij naar dat clubje, voorzitter? Waarom neemt de NPO dat serieus? Waarom neemt de NPO die beroepsgekwetsten serieus? En wat is er allemaal nog meer kwetsend de komende jaren, voorzitter? Waar kleine groepjes ook overvallen. Kerstfeest, kan dat nog over een paar jaar? Paasfeest, de kruisenzaal van de Mijter in Amsterdam, want dat is ook kwetsend. En we zien, voorzitter, dat Nederland, het ging eerder over mediawijsheid, dat Nederland die mediawijsheid al lang blijkt te bezitten. De kijkcijfers van het Sinterklaasjournaal met zijn neppieten, het dondert elke dag naar beneden. Op 5 december is mevrouw Rijksman de laatste kijker. Een paar jaar geleden, in 2014, keken er nog 2 miljoen mensen. Dat zijn er nu al minder dan 500.000. Nederland accepteert die neppieten niet. Voorzitter, er is een actie op Facebook. Hou het Sinterklaasjournaal buiten je klaslokaal en laat je kinderen niet opgezadeld worden met die neppieten. Er komt nu ook een petitie in de richting van de voorzitter van de Raad van Bestuur van de NPO, om te zorgen dat zij de gevolgen van dit soort programmering zich aantrekt en dan iets anders gaat doen. Er is nu een actie om in de top 2000 het goede doel, Sinterklaas, wie kent hem niet, om dat op nummer 1 te krijgen. Die petitie, voorzitter, die gaat gevolgd worden op petities.nl... om op die manier te zorgen dat het rare politiek correcte gemarchandeer met onze tradities in casu het Sinterklaasjournaal, dat er dus een eind aan komt. Het gekke is, voorzitter, de NPO beweert van ons allemaal, voor ons allemaal. We moeten dus nu semi-ondergronds onze cultuur gaan beleven. Hier en daar via Netflix en Film 1 vind je nog films zoals Het Paard van Sinterklaas, waarin Zwarte Piet nog gewoon zwart is. Maar blijkbaar heeft de NPO het zich als een taak gerekend dat het ons wil verlossen van onze cultuur en onze cultuuruitingen, waaronder Zwarte Piet. Waarom doet de NPO dat? Waarom is de NPO niet gewoon aan het doen wat het volgens de mediawet moet doen? Voorzitter, er gaan nu allerlei excuusprogramma's komen, town hall meetings, et cetera. En dan gaat de NPO gaat leren van haar feiten. De heer Verhoeven. Ja, want de heer Bosma heeft het nu weer over de mediawet en hij doet het nu in het licht van Zwarte Piet. Waarbij hij dus beweert dat het feit dat de NPO kiest voor een bepaalde invulling van het Sinterklaasjournaal en het Sinterklaasfeest en de kleur van de Pieten, beweert hij dat de NPO de mediawet heeft overtreden. Kan hij dat concreet maken? Want ik bedoel, als we elke keer, het is precies zoals de heer Mohandes ook zei, de heer Bosma verwart zijn eigen PVV-meetlat, die hij bij alle onderwerpen natuurlijk mag hanteren. Ik bedoel, het is prima dat de heer Bosma elke keer langs de PVV-meetlat alle programma's van de publieke omroep legt en dat recenseert. En hij zou daar een ontzettend leuk YouTube-kanaal voor zijn achterban over kunnen beginnen. En dat zou ontzettende doldrieste kijkcijfers krijgen. En daar zou ik de heer Bosma mee willen feliciteren. Maar daar gaat het hier nu niet om. Dit is geen theaterzaal waarin de heer Bosma een conferentie moet houden over media. Dit is een zaal waarin de Tweede Kamer de staatssecretaris controleert. En de heer Bosma heeft zojuist beweerd dat bij de keuzes die de NPO maakt over de invulling van het Sinterklaasjournaal, Sinterklaas en Zwarte Piet, die dus gekleurde pieten zijn, dat daar de mediawet mee overtreden is. Kan de heer Bosma dat concreet maken? Heer Bosma. Ja, de NPO is er om te doen wat het Nederlandse volk wil. Het is altijd zo geweest dat de NPO zich heeft gepositioneerd als een organisatie van ons allemaal, voor ons allemaal. En in de mediawet wordt gesproken over objectiviteit en er wordt gesproken over alle groepen aan het woord. En wat gebeurt er in de praktijk, voorzitter? Het is een klein groepje etnisch geobsedeerde fanatici die bediend gaan worden door de NPO. Want hun
vermeende gekwetstheid is leidend. En het is hun vermeende gekwetstheid die constant aan het woord komt bij de NPO. Wat is er aan objectiviteit aan dat bij de programma's van de zender PvdA 1... dat je er eigenlijk niet naar kan kijken of daar zit zo'n gekwetste die dan geïnterviewd wordt door Jeroen Pauw of Matthijs van Nieuwkerk of een andere socialistische multimiljonair. Ik heb nog nooit gehoord dat daar Zwarte Piet voorstanders aan het woord komen. Ik zie wel dat allerlei Zwarte Piet haters daar constant zitten. Ja, die hebben een abonnement. Die worden om elke dag worden ze ingevlogen om een haat tegen Zwarte Piet daar te ventileren. Hoezo is het objectiviteit, meneer Verhoeven, dat die mensen aan het woord komen terwijl behoudens één optreden van de fractieleider van de VVD ik nog nooit een Zwarte Piet voorstander heb gezien van de NPO? Meneer Verhoeven? Nou, voorzitter, dat laatste kan ik wel antwoord op geven. Dat komt omdat de PVV zelf weigert om bij de publieke omroep het evenwichtig debat te gaan voeren. De PVV blijft weg op het moment dat ze de mogelijkheid krijgen om te spreken over de onderwerpen waar ze hun mond mee vol hebben. Ze blijven gewoon weg. Volgens mij smeken de mensen van de publieke omroep elke dag om ook de achterban van de PVV aan het woord te laten, om de heer Wilders aan het woord te laten, om de heer Bosma aan het woord te laten en alle andere vertegenwoordigers van de Partij voor de Vrijheid aan het woord te laten, maar die komen gewoon niet. Nou, dat moeten ze zelf weten. Maar ik ga gewoon terug naar mijn punt. Want we doen dit nu al 4 jaar. We zitten al 4 jaar te luisteren naar uw verhalen met altijd allemaal one-liners over etnisch geobsedeerde fanatici, multiculti, welkomstcultuur, massa-immigratie. Die woorden verweeft u er altijd in. Maar het gaat me gewoon om één ding en u komt steeds terug op het woord objectiviteit. U zei net zelfs dat de NPO moet doen wat het Nederlandse volk wil. Dat is natuurlijk klinkklare onzin. Je kunt nooit doen als NPO wat het Nederlandse volk wil, want er zijn heel veel kwesties waar het Nederlandse volk over verdeeld is. Dus waarom heeft de NPO de mediawet overtreden door het Sinterklaasjournaal? De heer Bosma. Voorzitter, het is echt grote lariekoek. Ik heb het over voorstanders van Zwarte Piet, die niet of nauwelijks aan het woord komen bij de NPO, behoudens één optreden van de heer Zijlstra bij de socialistische VARA. En dan gaat de heer Verhoeven dat gelijkstellen aan PVV'ers. Sinds wanneer zijn Zwarte Piet voorstanders hetzelfde als PVV'ers? Wie heeft het daar nou over? Wat de NPO zou moeten doen is bijvoorbeeld een prachtige documentaire uitzenden, wild geraas gemaakt over de Zwarte Piet-traditie die al duizenden jaren bestaat, van Cornwall tot Macedonië tot in Perzië aan toe. Dat zullen ze nooit laten zien. Het enige wat de NPO ons op dat vlak brengt, dat is dat piepkleine groepje geobsedeerden en fanatici en gekwetsten dat constant maar Zwarte Piet in de verkeerde hoek duwt. Die mensen komen alleen maar aan het woord. Zeker op de zender van de Partij van de Arbeid, namelijk NPO 1. Andere mensen zijn er niet. En dat gaat er niet om dat daar geen PVV'ers aan het woord zijn. Het heeft niets te maken met mijn partij. Het heeft te maken, heel simpel, met het vraagstuk van Zwarte Piet. Tot slot. Kijk, de afgelopen jaren is er juist in het publieke debat, in de publieke media, door de publieke omroep, is er enorm veel gedaan. Daar krijgen ze zelfs kritiek op van heel veel mensen. Om ervoor te zorgen dat de stem van het volk, de mening op straat, om die naar voren te brengen. Alle programma's hebben hun best gedaan om dat te doen. Dus als de heer Bosma zichzelf in een slachtofferrol wil gooien en zegt, mijn mensen komen niet aan het woord, ze laten alleen maar links-liberale types vertellen hoe de wereld eruit moet zien, de NPO wil de wereld opvoeden, al dat soort teksten spuit hij altijd. Dat is natuurlijk in totale tegenspraak met de werkelijkheid, waarbij juist steeds geprobeerd is om de stem van de gewone man, zoals dat genoemd wordt, het volk, de straat, op televisie en op de radio te krijgen. Ziet de heer Bosma die trend ook? Of is dat ook allemaal onzin en klopt dat helemaal niet en vertel ik weer allemaal leugens die er niet toe doen? Inderdaad. Dan heeft de heer Van Dijk nog een volgende interruptie. Ja, ik wilde het ook vragen aan de heer Bosma, want hij maakt zich inderdaad druk over iets wat totaal niet correspondeert met de werkelijkheid. Je ziet constant critici van de weergave van het Sinterklaasjournaal, et cetera. Hij noemde zelf al de heer Halbe Zijlstra, die een glansrijk optreden had in Pauw. En op het moment dat dan de PVV wordt gevraagd om daar aan te schuiven, dan zegt u zelf nee, in ieder geval uw leider. Dus wat zit u nou huilie-huilie te doen? De heer Bosma. Voorzitter, je gaat toch niet vrijwillig bij de VARA zitten? Je gaat toch niet bij zo'n gekke socialistische omroep zitten die bevooroordeeld is en waar andersdenkenden eigenlijk alleen maar worden uitgenodigd om in een val gelokt te worden? Je gaat toch niet aan zo'n tafel zitten vol met linkse mensen om in een VARA-hinderlaag gelokt te worden? Waarom zou je dat in hemelsnaam doen?
De VARA moet gewoon ophouden te bestaan. Die moeten geen cent meer krijgen en dan sterven ze vanzelf uit. Zo werkt het met socialisme, meneer Van Dijk. Op het moment dat je ze geen geld meer geeft, dan gaat het socialisme dood. Meneer Van Dijk. Voorzitter, wat een ontzettend slecht verhaal is dit. Zo beperkt tot de VARA. Het gaat ten eerste om de publieke omroep. En daar komen alle stemmen aan het woord. Kijk eens naar Pauwnieuws bijvoorbeeld. Dat komt toch ook al een stuk dichterbij wellicht. Daar hoor ik u niet over. Dus, en nogmaals, als u zelf aan tafel mag zitten, althans, ik bedoel de heer Wilders, want die andere Kamerleden mogen niet op tv van de heer Wilders, dat is de dictatuur binnen uw eigen partij, dan zegt de heer Wilders nee. Dus u bent gewoon een aansteller en u bent aan het vechten tegen een stroomman die niet bestaat. De heer Bosma. Nou, ik vecht niet tegen een stroomman, ik vecht ook niet tegen een stroopop. Het is gewoon de realiteit hoe dat gaat in Hilversum. Het is gewoon een links feestje. En dan kun je van ontkennen dat het niet zo is. Maar hoe komt het in hemelsnaam dat de VARA dan totaal heel Nederland één cadeau heeft gekregen? Hoe komt het dat er alleen maar Zwarte Piet-haters daar zitten? Hoe komt het dat die hele welkomstcultuur is gevestigd bij de publieke omroep met allerlei programma's dat we meer van die pseudo-vluchtelingen moeten toelaten, dat die altijd worden neergezet als heel zielig? Hoe komt het dat mensen die afwijken van la pensée unique van de linkse orthodoxie altijd worden weggezet als extremisten? Kijk eens hoe er wordt omgegaan met mensen als Le Pen of met mensen als Trump of mijn fractieleider. Dat is niet anders dan beschimpen, dat is niet anders dan negatief doen. Voorzitter, de heer Wilders is welkom op talloze omroepen die er zijn. Alleen, hij zegt consequent nee daarop. Vervolgens gaat u boos zitten zijn dat uw geluid nooit op televisie is. Ja, dat wordt een heel zwak verhaal dan natuurlijk. Zolang uw eigen leider daar geen ja op zegt, heeft u totaal geen verhaal. Voorzitter, het zwakke verhaal ligt bij de heer Van Dijk. Ik heb het helemaal niet gehad over één persoon die op de televisie zou moeten. Wat interesseert mij dat nou? Het gaat erom dat de media, dat de NPO volgens de mediawet bepaalde plichten heeft. En daar schermen ze zelf altijd mee met publieke taken. En die publieke taken waar ze altijd mee schermen, die verzaken ze totaal. Het is een linksliberaal feestje. En dat wordt allemaal gemaakt op basis van dezelfde gedachten. En het gaat me niet om één persoon, meneer Van Dijk. Het gaat me gewoon om een cultuur die daar heerst. En die cultuur die is niet in beweging te brengen. U vervolgt uw betoog en heeft nog 3 minuten en dat is inclusief de tweede termijn. Dank u wel, voorzitter. Hoe komt het dat de NPO, de staatsomroep, in hemelsnaam onderhandelt met Asscher over Zwarte Piet op het ministerie? Wat zijn dat voor een praktijken, voorzitter? Dat staat haaks op artikel 7 van de grondwet. Waarom wordt er in hemelsnaam onderhandeld? Onderhandeld met Asscher over de inhoud van televisieprogramma's. Ik hoorde net de heer Mohandes dat hij niet in een land wilde leven waarin de regering en de media verweven zijn. Nou, zijn leider, de heer Asscher, die onderhandelt gewoon met de omroep over hoe Zwarte Piet eruit moet zien. En dat gebeurt gewoon op het ministerie. En de NPO gaat daar naartoe om te onderhandelen over de inhoud van televisieprogramma's. Dat is de realiteit van Nederland. Waarom, is mijn vraag aan de staatssecretaris, gebeurt dat in hemelsnaam? Waarom geen scheiding van de staatsomroep en de staat? Voorzitter, de rest doe ik in de tweede termijn. Dank u wel. Dank u wel. Dus nu het woord aan de heer Verhoeven van D66. Nee. Oh, sorry, heer Elie, nog een interruptie. Ik heb een vraag aan de heer Bosma. Vindt hij dat het een politicus in dit huis past om over de inhoud van de individuele programma's en de politieke toon die daarin wordt aangeslagen door presentatoren specifiek te praten? Vindt hij dat mag doen vanuit hier als politicus, dat hij zich met de inhoud van programma's mag bemoeien en moet zeggen die zou daar welkom moeten zijn of dit zou zus of dat zou zo? Een aantal tendensen die hij... Uw vraag is duidelijk. Pardon? Uw vraag is duidelijk. Nou, dat bepaalt geloof ik mevrouw Vos. Maar de heer Elias, kunt u uw vraag formuleren? Ja hoor, ik heb heel weinig geïnterrupeerd. Ik vind het van belang om dit even toe te lichten. Vindt u dat nou werkelijk iets dat u past als politicus? Wie dan ook? Een aantal tendensen die u spreekt, daar heb ik het ook over gehad. Ik zet er een bakfout in. Maar de mogelijkheden voor meer pluriformiteit zijn er en beter later nooit de discussie. Vindt u dat u past? Ik vraag het heel objectief. Ja, nu vraag ik voor de 5e keer. En het past mij niet alleen, dat is ook mijn bittere plicht. Want wat doen wij hier op aarde, voorzitter, in dit gebouw? Zijn we hier voor de gezelligheid bij elkaar of spelen we een rol in een bepaalde constructie? En een van de dingen die wij doen als Kamerleden is dat wij het kabinet volgen
En in de gaten houden op grond van een aantal zaken. En een van de zaken die we in de gaten moeten houden is of de wet moet worden uitgevoerd. En de wet spreekt zich uit over de inhoud van hetgeen de NPO maakt. Bijvoorbeeld objectiviteit, om maar een dwarsstraat te noemen. En dus past het mij niet alleen, maar is het mijn bittere plicht om mij daarover te buigen. En dat doet de VVD ook. Meneer Remkes, een van de vele voorgangers van de heer Elias, die zei dat ook gewoon. Die zei van ja, het is veel te links bij de NPO. Mevrouw van Miltenburg heeft dat overduidelijk gezegd. De heer Elias praat met iets meer meel in zijn mond. Dat is jammer. De VVD heeft vroeger gesproken over dat Sesamstraat terug moet op de televisie of moet blijven, laat ik het goed zeggen. Stond in het verkiezingsprogramma 2006. Dat is allemaal inhoudelijk. Dus de VVD heeft terecht altijd inhoudelijk gesproken over hetgeen de NPO produceert. En dat is ook helemaal in lijn met wat wij als Tweede Kamerleden moeten doen. Heer Elias? Ik heb zelf het verwijt gekregen dat ik met meel in de mond praat, dus dat is weer eens wat nieuws. Maar in ieder geval stel ik vast dat de heer Bosma vindt dat hij als Kamerlid inhoudelijk mag spreken en zich mag bemoeien. Dus niet over de structuren en of er een goede controle op is en of je rectificatie kan afdwingen, dat soort dingen. Dat hij inhoudelijk zich kan uitlaten als politicus daarover. Dat gebeurt in dictaturen. En u bent in ieder geval consequent, want bij de algemene beschouwingen bleek dat uw voorganger Wilders vond dat de politie in huis bij mensen moest kijken of daar een Koran aanwezig was. Dat gebeurt ook in een dictatuur. Nou, voorzitter, het is, met uw welnemen als ik het woord van u krijg, het is nu aan de orde van de dag dat een minister van dit kabinet, dat gesteund wordt door de partij van de heer Elias, onderhandelt over de inhoud van een televisieprogramma. Dus de dictatuur die is er al lang en breed. Want Asscher die nodigt gewoon de NPO, beter gesteld de NTR, uit om te praten over de huidskleur van Zwarte Piet. Dus die onderhandelingen zijn er al, meneer Elias. En als u een beetje een liberaal was geweest, dan was u daar fanatiek op tegen geweest. Dan had u die achterkamertjes politiek en het bedisselen van de inhoud van televisieprogramma's, daar had u afstand van genomen. Maar u praat niet met een beetje meel in de mond, u praat met heel veel meel in de mond. En u steunt dit soort achterkamertjespolitiek en het beïnvloeden van de media door de overheid. Dat steunt u en dat siert u niet bepaald. Jammer dat u geen liberaal meer bent. Ik dank u wel. Ook de heer Heerma heeft nog interruptie. Ik heb een informatieve vraag aan de heer Bosma. Wat zegt de mediawet precies over objectiviteit? En hoe interpreteert hij dat? Wat staat er precies over objectiviteit? Ja, ik heb hier alleen, sorry voorzitter, ik heb hier alleen 88. Artikel 288 bij me. Dat gaat over redactiestatuten. Dat gaat over journalistieke deontologie en kwaliteit die gehandhaafd dient te worden. Maar voorzitter, in heel veel publicaties, ook niet alleen de wet zelf van de publieke omroep, wordt altijd geschermd met objectiviteit en met publieke taken. En er wordt altijd gezegd, wij hebben een verantwoordelijkheid tegenover de waarheid. En wij zijn ervoor om mensen te informeren. Nou, voorzitter, je informeert mensen onvoldoende als je niet gewoon de waarheid vertelt. En je vertelt de waarheid niet, bijvoorbeeld als één groep ideeën heel erg voor het voetlicht komt en een andere groep ideeën een stuk minder. Zegt de heer Bosma nou in antwoord dat in tegenstelling tot wat hij zojuist in zijn inbreng al 5 keer gezegd heeft, dat objectiviteit niet in de mediawet voorkomt, maar in de redactiestatuten van bijvoorbeeld de NOS? De heer Bosma? Dan ga ik in tweede termijn eens even heel goed, ga ik eens even voor u opzoeken, maar u zult toch met me eens zijn, meneer Heerma, dat de publieke omroep sinds jaar en dag schermt met dergelijke begrippen inzaken redacties, inzaken prestatiecontracten. Er wordt dat soort dingen te pas en te onpas wordt dat besproken. En je mag toch wel aannemen, voorzitter, dat de NPO zelf serieus neemt waar het mee schermt. En dat is toch het bestaansrecht van de publieke omroep, dat het beoordeeld aan bepaalde publieke taken en opdrachten. En als u dat niet vindt, dan moet u net als mij voorstellen, meneer Heerma, dat we stoppen met de publieke omroep. Tot slot en dan kort. Nou, het is wel interessant dat de heer Bosma nu ineens een vlucht naar voren kiest. Maar in een pleidooi waarin de waarheid zo belangrijk is, is het misschien goed om de waarheid ook kern van het eigen pleidooi te maken. Dus ik zie graag toe dat de heer Bosma in tweede termijn nog eens terugkomt op waar die objectiviteit precies in de mediawet staat en hoe hij dat interpreteert. Want hij heeft er nu zo vaak mee geschermd in zijn eigen inbreng dat een factcheck daar misschien ook wel eens goed is. Ja, maar voorzitter, wat gaat het CDA nu zeggen? Dat objectiviteit helemaal niet meer belangrijk is voor het CDA. Dat het CDA niet meer vindt dat een kernwaarde zou moeten zijn van de publieke omroep. En dat dat ook zoiets zou moeten zijn waar we de publieke omroep op zouden moeten afrekenen. Wat is dat nou? Hoe kan het CDA nou dit soort
dit soort taal uitkramen. CDA zou juist moeten zeggen, ja, inderdaad, de publieke omroep moet objectief zijn. En als ze dat niet meer zijn, dan voldoen ze niet aan de verwachtingen die wij daarvan hebben. Dat is toch een hele logische redenatie?